Het gebeurt niet vaak dat we hoog bezoek krijgen, maar dat was nu wel aan de orde in een bijzondere, speciale openbare vergadering. Zeg ik dat goed, burgemeester? Klopt, bijzondere raadsvergadering waarin de commissaris onze gast was. En de commissaris had het onder andere over integriteit. De vraag is dan uiteraard, is dat nodig? Zijn we niet te vertrouwen hier of zoek ik er nu zelf al te veel achter? Ja, nee, absoluut, gelukkig wel. Het is een onderwerp wat de commissaris eigenlijk standaard bespreekt in de gemeenteraden. Omdat het een onderwerp is waar je als commissaris zich ook hard van maakt, dat er veel aandacht voor is. Nou, we hebben uitgelegd hoe we daar in Tiel mee bezig zijn. En daar was hij heel positief over, dat wij eigenlijk vooral het gesprek met elkaar daar veel over hebben. Ook een actuele gedragscode hebben en nou ja, bij twijfel het niet politiek maken, maar gewoon met elkaar bespreekbaar houden. Dan ook nog even dat magische woord, hè, samenwerking. We hebben al natuurlijk regio Rivierenland. Nu ook een eventueel wat andere samenwerking zoals die geopteerd werd. We vermoeden al een beetje, is dit al een lobby tot een toekomstig nieuw gebied? Maar zo mochten we dat nog niet zien, hè? Nee. Goed, we zijn gewoon goed aan het samenwerken met elkaar. We gaan nu echt met elkaar de strategische opgaven formuleren in de regio. Daar was de commissaris ook positief over, dat we dat zo actief aan het oppakken zijn. En daarnaast is het heel goed dat Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen met elkaar aan het praten zijn. Maar dat ook samenwerking op bedrijfsvoering die we met Culemborg en Geldermalsen hebben, dat zich heel goed ontwikkelt. Ik proefde trouwens aan de vraagstelling van enkele raadsleden dat men ook wel een beetje bang is dat als er een grote coalitie naast Tiel ontstaat, dat een beetje de centrumfunctie verloren zou gaan. Bent u daar zelf bang voor? Nee, absoluut niet. Ik snap die vraag wel of die zorg. Want het wordt natuurlijk wat grotere gemeente dan Tiel, als ik kijk naar het aantal inwoners. Maar wel een gemeente met een hele andere functie. Plattelandsgemeente. Wij hebben toch meer die centrumfunctie, grootstedelijke problematiek, als ik het zo mag zeggen. En je ziet ook in de Achterhoek, waar ik dacht 10 jaar geleden een herindeling is geweest, waar alle gemeenten ongeveer even groot zijn geworden als Doetinchem, dat die samenwerking juist goed doet, dat je meer gelijkwaardige partners hebt. Oké, met andere woorden, een positief verhaal ook naar de toekomst als we kijken naar de economische ontwikkeling. En over de centrumrol van Tiel hoeven we ons dus eigenlijk nog geen zorgen te maken. Nee, kijk of het nou centrumfunctie, centrumrol, hoe je het wil noemen. Het belangrijkste is dat de provincie heeft gezegd van het is goed dat Tiel ook die regierol oppakt. Als een wat grotere gemeente in dit gebied. Dat zijn we aan het doen. Die willen we graag invullen samen met onze partners, met onze buurgemeenten. En daarmee met een goed verhaal komen richting provincie. En dan gaat de provincie er ongetwijfeld ondersteunen. Er ligt nog een dankbare taak voor u. Zeker, een hele leuke uitdaging. U staat bekend als een verbinder en is dat eigenlijk ook niet de reden dat u hier bent? Mogen wij uw bezoek ook niet zien als een eventuele lobby voor een toekomstige samenwerking? Het is zo dat ik als commissaris van de Koning alle gemeenten bezoek, alle 54 gemeenten in Gelderland. Dat doe ik regelmatig. En dan spreek ik met het college van burgemeester en wethouders. Er zat altijd een werkbezoek in en ook een ontmoeting met de raad. En de bedoeling is in ieder geval om mij op de hoogte te stellen van hoe het eigenlijk gaat in de gemeente. Daarnaast kunnen zich vraagstukken voordoen, bijvoorbeeld van intergemeentelijke samenwerking. Nou, en daar hebben we het ook vandaag in de raad over gehad. Er is onder andere ook gesproken, heb ik begrepen, over de integriteit, het integriteitsvraagstuk. Is dat iets wat eigenlijk speelt in deze regio of überhaupt niet? Het speelt in alle gemeenten, denk ik. Want iedere raadslid, ieder wethouder, burgemeester, maar ook medewerker wil het goed doen. Maar het is niet zo makkelijk om het altijd goed te doen. Waar het om gaat is dat het algemeen belang, dat moet gediend worden en niet het eigen belang van het raadslid of van de wethouder. Nou, je moet daarover met elkaar het gesprek aangaan. Nou, dat wordt ook goed georganiseerd in de Raad van Tiel. Zodat mensen ook vertrouwen kunnen houden in de raad, in het college, dat er goede beslissingen genomen worden. Integere besluitvorming plaatsvindt. En is het eigenlijk, u heeft het ook gehad over een eventuele samenwerking op het gebied van de omliggende gemeenten. Er is natuurlijk al een samenwerking op het gebied van Rivierenland. Is dat eigenlijk niet afdoende? Want ik heb u duidelijk horen zeggen dat dat eigenlijk een initiatief is dat vanuit de plaatsen zelf komt. En dat wordt niet vanuit de overheid aangegeven. Is het denkbaar dat in de toekomst de overheid zelf zich meer met een herstructurering van het gebied gaat bemoeien? Het is aan de gemeente zelf om samen te werken met andere gemeenten. Dat gebeurt in de Bommelerwaard, Zaltbommel, Maasdriel. Dat gebeurt ook tussen Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. Maar ook tussen Tiel, Culemborg en Geldermalsen. Op uitvoerend vlak wordt er goed samengewerkt. En dat betekent dat er betere kwaliteit van dienstverlening komt.
betere kwaliteit van ambtelijke ondersteuning tegen lagere kosten. Nou, dit soort van samenwerkingsverbanden, die zullen er ook altijd blijven. Wat wel belangrijk is, is dat je op een aantal taken ook in het hele gebied samenwerkt, in de regio Rivierenland. En ik vind dat die samenwerking ook steeds beter wordt. Maar het is ook wel belangrijk, want er komen belangrijke taken af op de gemeente, op het gebied van de jeugdzorg, op het gebied van de participatiewet, op het gebied van de ABBZ. En dan zul je toch met anderen moeten samenwerken, want geen enkele gemeente in Gelderland kan die taken alleen uitvoeren.